De Partij voor Recht en Ontwikkeling, PRO, blijft optimistisch en gaat ondanks de verkiezingsnederlaag door op de ingeslagen weg. Met ruim 1600 stemmen voor de eerste keer heeft de partij zich wel bewezen. En dat is reden genoeg om verder te strijden, zegt PRO-voorzitter Gerold Seocharan. Integendeel, we zijn niet ontevreden over de uitkomst van de verkiezingen wat de PRO betreft. Hoeveel stemmen want zijn uitgebracht? De PRO heeft iets meer dan 1600 stemmen behaald. Mm-hmm. En dat is voor een nieuwe partij, mm-hmm. als je het plaatst in het kader van deze verkiezingen, is het best wel een aantal stemmen waarvan je kan zeggen, ai, we hebben wel wat neergezet. Ja. En want als ik kijk naar er hebben 17 partijen mm-hmm. uiteindelijk deelgenomen aan de verkiezingen. En volgens mij staat de PRO op de 10e plaats, ja, wat aantal stemmen betreft. Dus dat bovendien echt hebben wij gezien dat de PRO ook meer stemmen heeft behaald mm-hmm. dan gevestigde partijen. Ja, ja. Dus okay. Wij kunnen absoluut niet ontevreden zijn. Ja. We bedanken ook de kiezer voor het vertrouwen wat de kiezer in de PRO heeft gesteld. Mm-hmm. En we gaan dat vertrouwen niet beschamen. Seocharan zegt dat de partij ook zonder regeermacht in staat is om ervoor te zorgen dat er goed beleid wordt gevoerd. De partij zal de komende coalitie daarom kritisch volgen. Ook al hebben wij geen zetel behaald mm-hmm. om deel te kunnen nemen aan zeg maar, de Nationale Assemblée, dus wetgeving. Ook buitenparlementair blijft een politieke partij ontzettend belangrijk voor de kiezer, de burger, de samenleving. Ja. Want het eindigt niet. Ja. Hè? De belangen van de burger die zullen nog steeds vragen om aandacht van mensen die in die samenleving zitten, zoals de PRO, mm-hmm. haar hoofdbestuur, al haar andere organen, haar leden, om op te komen voor de belangen van de burger. Ja. Okay. Want zoals het ook in onze ontwikkelingsvisie staat, niet elke burger is in staat en heeft ook de tijd en de middelen en de kunde om politiek te gaan bedrijven. Ja. Wij hebben gezegd, in januari 2018, wij gaan het doen. Okay. En we hebben gezegd, we gaan niet aan de zijkant blijven staan en kijken, maar we gaan erin komen, meedoen, niet voor ons, voor de burgers, okay. voor de samenleving. Dus die opdracht houdt niet op. Oké, okay. Dus ik hoef u niet te vragen of uw rol uitgespeeld is. Absoluut niet. Dat was dan Gerold Seocharan, voorzitter van de Partij voor Recht en Ontwikkeling. Hij sprak vandaag in ATV Verkiezingsupdate. De partij blijft ondanks de verkiezingsnederlaag doorgaan, zegt voorzitter Seocharan.